werk graag met een beetje taupekleurige ondergronden. Taupe is een beetje een kruising tussen paars en grijs. En dan kun je naar een warme taupe en een wat koelere taupekleur kun je maken. En zo'n hele mooie vergrijsde ondergrond om als ondergrond te gebruiken. Ga ik eerst wat wegschuren. Want dat hebben we uitgeprobeerd. Als je dit, de ondergrond, de primer, een beetje wegschuwt, krijg je het MDF. En dat MDF, dat pakt niet altijd de olieverf. Dus als je straks met het schilderij begint, blijf je stukken van het MDF er doorheen schijnen. En dat vind ik wel spannend om te kijken wat het wordt. Nou, we zijn hier in mijn tuin, mijn beeldentuin, Alex mooie plantentuin. En ik ben mijn hele leven al bezig geweest met vormgeving en met kleur. Vanaf kinds af aan, ik was altijd met kleur bezig en vormgeven. Ik was geen tekenaar, ging er nooit met een boekje op uit zoals heel veel mensen doen. Schetsen maken, tekeningetjes maken, maar ik was met kleur bezig. En dan ben ik nog steeds. En van het schilderen, waar je met vormgeven bezig bent, met kleur, ben ik ook bezig gegaan met keramiek, want dat is een andere manier van vormgeven. Dat doe je het in 3D. En ook daarin ben ik met kleur bezig. Ik hou wel van natuurlijke vormen, ik hou niet van abstract. Dus heel veel dieren maak ik. En ook de kleuren passen weer bij elkaar, passen weer in de tuin. Ik hou niet van hele felle kleuren, van onnatuurlijke glazuur. Ik hou van natuurlijke glazuren, het liefst oxides. Dit zijn nou toevallig geen oxides, maar in heel veel van mijn andere werk zie je dat ik heel veel oxides gebruik. Dat geeft een hele mooie natuurlijke uitstraling. En daar hou ik van. Alles straalt natuur uit, kleur en vorm. Lekker opgeschoten uit het schilderij. Ook hier weer, ik heb hier dus de oranje ondergrond wou ik bewaren om als de highlights te laten staan overal. Dat is aardig goed gelukt. En ben met de laatste dingen de hoogtepunten, de echte highlights erin te zetten. Meestal begin je met de donkerste kleuren, maar dat hoeft niet per se. Maak het niet spierwit, want alles is reflectie. Dus die witte veter, die wordt door die gele schoen gereflecteerd. Dus de veter zal nooit spierwit zijn. Ik ben eigenlijk op hele late leeftijd pas begonnen met schilderen, omdat ik altijd druk was in de bloemen. Ik werkte in een bloemenzaak en bloembinster, dus ook weer kleur, vorm bezig. En ja, dat was een tijdrovende baan, was heel hard werken. En pas op mijn 45ste, toen ik ander werk ben gaan doen, heb ik tijd gekregen om te schilderen. En heb ik een schilderclub opgezocht. En ik had een hele goede leraar, Leo Vierhout. Ik heb privélessen van gehad en daar heb ik in hele korte tijd heel veel van geleerd. Ik gebruik eigenlijk nooit wit om op te lichten, wat heel veel schilders wel doen. Ik probeer juist met kleur dingen op te lichten. Dus tegen een vergrijsde
schaduwkant. Door juist een hele felle kleur er tegenaan te zetten, kun je ook licht weergeven. Dat hoeft niet altijd met verf vermengd met wit. En daardoor ben ik meer een colorist dan een impressionist. Kijk, dit is het schilderij. Het ondergrond heb je laten zien. Ik heb een ondergrond, heb ik wat druipers in gemaakt en wat in geschuurd en geglaceerd. Verschillende kleurlagen heel dun aanbrengen en daar weer in geschuurd. Terwijl ik een hele mooie bewerkte ondergrond had. En hier wou ik juist de schoenen schilderen door maar heel subtiel de schoen ergens aan te geven. Het licht weer weggeschuurd, weggepoetst. Daar komt het hoogste licht. Dan komt die ondergrond weer mooi naar voren. En vooral hier, dit stukje, vind ik echt heel mooi gelukt. Het is heel subtiel, maar je ziet precies wat het is. De ondergrond doet heel mooi mee. En je hebt wel een paar schoenen, maar het is weer heel anders geschilderd als dat. En dat is voor mij toch een uitdaging door iedere keer weer andere technieken proberen te gebruiken. En toch wel een soort serie ervan te maken, dat het toch wel een soort samenhang heeft. Anita Postema, zit sowieso contrasten zitten erin. Licht en donker, kleurcontrasten, zon, schaduw, in keramiek, bolle vormen afgewisseld met strakke vormen, met stoer, robuust naar heel subtiel. En juist die contrasten vind ik mooi in mijn werk en wat voor werk het ook is, als het nou schilderen is, keramiek of het is mijn tuin. Er zit altijd contrast in. Als er geen contrast in zit, is het voor mij saai en niet interessant.